Nederland, 25 november 1977. Sinds de verkiezingen is precies een half jaar verstreken en nog steeds geen kabinet. Maar deze week kwam er schot in de zaak en het Binnenhof werd gelijk het decor van gaan en komen. De christendemocratische voorganger van Acht werd in de armen van Hans Wiegel gedreven en vond een uiterst hartelijk onthaal. Goedemorgen. Allemaal goed geslapen. Prima. Goedemorgen. U heeft aardig wat te bespreken vandaag. We gaan aan de slag. De basis voor een CDA-VVD-kabinet werd snel gelegd in de vorm van een soort ontwerp-regeerakkoord. Informateur van de Grinten deelt glunderend in het wonderbaarlijke succes. Ik heb een keer in Thailand meegemaakt. Dan kreeg ik ook zo'n ding, maar dat was zo'n bol. Alleen was alleen die bol. En die was oranje. En ik kwam daar naar flinke champagne uit het vliegtuig. En ik beet die bol. Ik dacht dat het een zuidvrucht was. Oh, dat je het aangeboren kreeg. Het was Thijs radio of televisie of zo. Ik dacht dat het me aangeboden werd. Geboren bij de gebruiker des lands. Zoals je zo je kransen omgehangen krijgt en zo. Ja. Zo. En op het gisteren gehouden KVP-congres konden de pluimpjes worden uitgedeeld. Als partijvoorzitter mag ik thans met enige voldoening zeggen dat Dries van Acht uiteindelijk niet alleen in staat is gebleken de kar te trekken, doch vooral onze drie partijen in het CDA heeft weten te binden. Mocht ik verleden jaar zeggen dat hij ons vertrouwen volledig waard zou zijn, dan stel ik nu vast dat hij ons vertrouwen niet heeft beschaamd en meer dan ooit, ons vertrouwen volledig waard is. Ook vandaag. Het past ons juist als KVP hem te zeggen dat hij op onze steun kan blijven rekenen, ook in zijn verantwoordelijke functie als fractieleider. Dries, hartelijk dank. De verklaringen van de nieuwe partners staan bol van het wederzijds vertrouwen en de goede wil om eruit te komen. Nog nooit heeft formeren zo eenvoudig geleken. Ik begrijp best dat u de kant uit wil van dat we blijkbaar niet zulk goed werk hebben verricht. Maar we hebben in een paar dagen met elkaar een ontwerp gemaakt. Toen is er een reeks van wijzigingsvoorstellen gekomen. Die hebben we nu allemaal op een goede wijze in de tekst verwerkt. Beter kan dat niet, zou ik gaan zeggen, al is dat onbescheiden. Nou ja, maar u wist en meneer Van Acht wist precies wat er in beidelei fracties leefde. Dus dan zou je kunnen veronderstellen dat je zoiets al verwerkt en opneemt in je ontwerpakkoord. We wisten wat in onze beide fracties leefde. En toen we later zagen dat na een eerste ontwerp men toch nog wat verbeteringen wilde, aanpuntingen, versterkingen. Dan zeg je dan als normale aanvoerders van je club, nou dan ga je kijken of je dat met elkaar daarover eens kunt worden. Dat is gelukt. Het resultaat telt. Ja. Ja, dat vindt u niet, maar ik wel. De methode ook natuurlijk, hè? Nou, de methode. Kijk, dat moeten de mensen, vind ik, in het land maar beoordelen. Die kunnen beoordelen wat ze nou een betere manier van formeren vonden. Onze manier van anderhalve week. Of de andere manier van een half jaar. En rollend over straat. Vindt u het vervelend voor de mensen in de AR die zo'n combinatie niet zo zien zitten? Want die zitten maar in zo'n CDA. Ik trek totaal niet in gedachtenwisselingen, in discussies, in de kring van een andere fractie. U krijgt er wel mee te doen. Hun eigen verantwoordelijkheid, jawel. Maar als ik daarop speculeer, dan heb ik alleen maar de mogelijkheid dat daardoor de problemen groter worden. Iedereen moet natuurlijk zijn eigen problemen oplossen. En wij hebben echt geprobeerd om een zodanige oplossing te vinden dat onze beide fracties, alle leden daarvan, zich kunnen vinden in die oplossing. Alle leden van alle van beide fracties? Natuurlijk, ja. Maar u weet wel beter intussen. Nou, dat zullen we dan maandag of dinsdag zien. Hè? Zullen we het gesprek beëindigen? Ik ben doodmoe. Ik heb hard gewerkt namelijk. Ja, maar ik wou nog over één punt even hebben. Eén laatste vraag.
ja, ja. Een belangrijk ja, punt. Weg. Ja, nou goed. Dat die richting bij u in de partij, die men soms al eens heeft geconstateerd, in de richting van de Partij van de Arbeid, hoe staat het daarmee? Heeft u zelf ook niet aan een soort nota gewerkt die daarheen zou kunnen leiden? Ja, een nota over de strategie van de partij, maar dat gaat over het beleid van de eigen partij. En stromingen in mijn partij, ach, bij ons is het geen eenheidsworst. Iedereen heeft zijn eigen ideeën, maar wij werken in harmonie met elkaar. Dus als u dat niet gelooft, moet u nu enkele van die andere stroming maar opbellen en interviewen, dan kunt u het horen. Ik ga echt nu naar huis. Goedenavond, heren. De nieuwe tijden lijken al aangebroken. Zoals vroeger werd geweeklaagd dat de pers alleen maar aandacht had voor links, zo zal praten met de pers nu slechts geschieden als het de heren uitkomt. Beelden uit zorgelijke tijden. De fractie van de Partij van de Arbeid gaat aangeslagen uiteen. Zojuist hebben ze gehoord onder welke condities hun onderhandelaar Van Tijn tenslotte toch met het CDA in zee wil gaan. 7-7-2 en alle troeven in handen van de Christen-Democraten. Dan houden we van mij ook op natuurlijk en dan kies ik. Ja, dat kan ook niet anders. Ja. Ja, ik begrijp het niet helemaal, om te zeggen. Ik ben altijd wat gereserveerder. Nee, ik wil dan maar dus toen het vannacht belde om 2 uur, we zijn eruit. Toen zei ik zo, hoe is het nou precies? En zo, ja we zijn eruit. Hey, maar ik begrijp ook wel, hè? Van eindelijk, na 4 weken, terwijl daar iedereen er gek van wordt. Nee. Ja, ik wil dan nog een Maar het leven gaat meteen weer verder. De heren moeten spoorslags naar Utrecht, waar de Socialistische Partijraad zich gaat uitspreken. Het leed is nog niet geleden, want onder leiding van een activist uit de derde wereldwinkel te Odijk worden alle mooie plannen verworpen. Je bent ook in Utrecht. Ja. Kunnen we een borrel gaan drinken? Ja, laten we even door. Niet drinken. Daarna zal een extra speciaal socialistisch congres de rijen weer sluiten. Maar het mag allemaal niet meer baten. De kans is verkeken. De heer Van Acht zoekt reeds in zijn agenda het telefoonnummer van de heer Wiegel, de Amerongen. De Partij van de Arbeid ziet gnuivend toe. Die ontmoeting kan geen resultaat hebben, geloven ze in hun overmoed. De op regerend beluste partij schrikt hevig als Wiegel en Van Acht elkaar binnen een week vinden. Daar was nu niet direct op gerekend. Even lijkt er voor de PvdA nog hoop, want het flitsend in elkaar getimmerde akkoord valt slecht bij het CDA. Hallo, hoe is het mee? Goed, prima, met u wel. Ja, goed. Zo. U komt even uit het CDA-fractieberaad, ja, hè? Ik ben er even uit. Er worden harde noten gekraakt? Nou, er wordt zakelijk gediscussieerd en het programma dat ter tafel ligt, dat wordt uiterst kritisch bekeken en hier en daar ook zeer gereserveerd. Maar er worden dus ook voorstellen geformuleerd om het in een goede richting, althans naar onze wijze van zien, om te buigen. Dat is eigenlijk de sfeer op dit moment. Maar als ik u nou diep in uw anti-revolutionaire hart kijk, zou u dan toch niet veel liever met de Partij van de Arbeid in plaats van met de VVD gaan regeren? Het is duidelijk dat een combinatie CDA-PvdA een veel sterker vangnet in het parlement heeft dan deze combinatie. Wij zijn ook een half jaar van onze kant toch nadrukkelijk bezig geweest om die combinatie tot stand te laten komen. Maar hij is er desalniettemin niet uitgekomen. Vangnet, als het dan maar geen doodsmak wordt direct? Nee, ik spreek in beelden. Een kabinet zie ik dan in het circus bezig met grote problemen worstelen. En zo'n acrobatenstel moet een parlementair vangnet hebben waarop het terug kan vallen, waar het zijn parlementaire rugdekking vindt. Dat is de achtergrond van mijn beeld. Tijdens nachtelijke vergaderingen buigt de fractie van het CDA zich tandenknarsend over het akkoord met de VVD. Tot de wandelgangen dringen slechts berichten door dat vermeende linkse krachten binnen het CDA wel eens danig dwars zouden kunnen gaan liggen. Maar het valt allemaal best tegen. Voorlopig beperken de christelijk geïnspireerde dames en heren zich ertoe om hun voorman, mogelijk binnenkort de nieuwe minister-president, met een emmer vol amendementen naar de informateur terug te sturen. En maandag zien we wel weer verder. Ja.
hoorde juist op de radio dat u bezig bent een verpletterende nederlaag in de fractie te leiden. Dan is de radio slecht ingelicht. Slecht ingelicht. Daar is geen sprake van. Nee. Nee, ik weet niet waar die informatie vandaan komt, maar waarschijnlijk als er weinig berichten naar buiten doordringen, dan wordt er gespeculeerd. Dat zal nu ook wel weer zo zijn. Ja. Bent u een half jaar met de Partij van de Arbeid bezig geweest? En dan praat u een weekje met meneer Wiegel en alles lijkt voor elkaar. Ja. We hebben foto's in de krant gezien dat u gezellig dineert. Dat hebben wij overigens met de heren Den Uyl en Van Tijn ook wel eens gedaan. Alleen gebeurde het toen in het katshuis en er werden geen fotografen toegelaten. Dat is het enige verschil. En, dus eigenlijk kun je zeggen dat in zoverre de besprekingen met de VVD een grotere mate van openbaarheid hadden dan die met de PvdA. Dat was dan ook het enige? Dat was dan ook het enige. Maar de volledige openbaarheid is snel genoeg na het intreden van de besprekingen gekomen. Maar een paar dagen wachten, dat mag best worden gevraagd. Hoe kon het nou zo snel gaan allemaal? Wel, omdat de partner met wie ik sprak een redelijke partner was. Redelijker dan in Partij van de Arbeid? Ja, veel makkelijker. Veel inschikkelijker. Veel meer bereid om zich zo te gedragen als nodig is om samen een coalitie in elkaar te timmeren. Dat is zeker zo, ja. En dat bracht u ook in een betere stemming? Ja, natuurlijk. Hoe zou het u te moeten zijn als je een half jaar om punten en komma's zou moeten vechten? Wat mij wordt toegeschreven, wat zij deden. Is de fout van de Partij van de Arbeid dat ze te weinig met uw karakterstructuur hebben rekening gehouden? Ja, die verhalen die ken ik, zeg. Staat de pers vol van, nou nee. Vind je het vervelend om het te onderbreken? Want er staan 30 collega's voor jou. Ja? Nou, ik weet zeker niet. Maar meneer Van Acht die was heel optimistisch. Ja. Calvinisten zijn wat van nature geneigd, zeker de sector waar ik uitkom, om wat zwaarder te tillen. Hè? Wat somberder te kijken dan de werkelijkheid eigenlijk nodig maakt. En misschien dat de Roomse blijheid je wel eens verleidt om de dingen wat zonniger te zien dan de situatie mogelijk maakt. Dat misschien vind ik natuurlijk niet aardig. Nee? Het is zeker zo, tuurlijk. Ja. Ik begon die levensstijl van ons. Daar hebben jullie kunnen jullie echt nog wel. Ik moet je zeggen, als jouw levensstijl die van al die mensen was die jij met jullie aanduidt, dan zou ik het graag onderschrijven. Ja, dus daar heb je nou weer. Dat is een typische Calvinistische opmerking, hè? Toch weer kijken of daar niet. Ja, dat is zeker. Nee, Wim. Alles. Wat is dat voor levensstijl dan? Huh? Wat is dat voor levensstijl dan? Ja, ik benijd mijn katholieke broeders er toch wel en zusters niet te vergeten. Ja. Dat mag ik nog niet hardop zeggen. Dat hoort er ook bij met het Calvinistische. Ja. Maar daar benijd ik ze wel eens om, ja. De relativiteit van. Wij leven allemaal heel sterk vanuit het idee. Ja, je moet alles verantwoorden wat je beslist. Hè? Terwijl mijn katholieke zusters en broeders veel makkelijker zeggen: nou ja, hoe ik het ook doe, ik doe het toch nooit helemaal goed. Dus dat moet ik dan maar aan de barmhartigheid van onze lieve Heer overlaten. En daar is het trouwens ook veel beter handen dan bij mij. Nou, dat benijd ik wel eens om. Dat zijn veel zorgeloos. Dat zeg je? Veel geloviger. En veel blijmoediger. En veel blijmoediger, ja. Ja, zeker. Als mijn laatste uur geslagen is, dan zeg ik nog één ding. Ik hoop toch maar dat de Roomsen gelijk hadden. En dan zegt Van Acht tegen me, en dat denk ik dan ook. Het belangrijkste nieuws vandaag komt, zoals u begrijpt, uit Den Haag. De kabinetsformatie. Over naar de Haagse studio, onze parlementaire collega Henk Lichtenveld. De CDA-fractie vergadert vanavond verder over het regeerakkoord. Dat de fractievoorzitters van CDA en VVD Van Acht en Wiegel gisteren hebben afgesloten. Gisteren was daar ineens de openbare comeback van de man die in de laatste formatiefase van Den Uyl alle weerstand tegen het CDA in zich gesymboliseerd zag. Daarna gedacht op een zijspoor gerangeerde oud-fractievoorzitter van de KVP, Frans Andriessen. De mensen te helpen aan werk en verantwoordelijkheid, aan inkomen en vrijheid, aan opleiding en zelfontplooiing. Die macht wordt uitgeoefend in twee spanningsmomenten.
de spanning van de dialoog met andere politieke groepen, in coalitie of oppositie, en de spanning vanuit de radicaliteit van de norm en de weerbarstigheid van de praktijk in een vrije en tolerante samenleving. En daarin staat het CDA voor een geweldige uitdaging aan te tonen dat onze identiteit niet wordt bepaald door de regeringspartner van het moment, maar door een visie op de samenleving. Een visie waarin macht wordt gespreid en niet veroverd. Vrijheid als verantwoordelijkheid wordt bedoeld. De lasten naar draagkracht worden gedeeld. De mens gaat boven de structuur. De bedreigde mens wordt behoed. De zwakke beschermd. Waar dienstbaarheid aan mensen voor opgaat. Kortom, een visie die niet ziet bij brood alleen. Dank u. Kort geleden leek uw rol helemaal uitgespeeld. Zojuist bent u stormachtig toegejuicht door uw partijraad. Ja, ik denk dus dat die schijnbedrog. Hoe bedoelt u dat? Wat ik zeg. Die schijnbedrog. Uw rol was helemaal niet uitgespeeld. Ach, ik praat niet zo over rol. Ik heb gewoon mijn werk gedaan de laatste maanden. En daarbij wel eens een keer een teleurstelling moeten incasseren. Nou ja, dat hoort ook bij het vak. Daar word je harder van. Maar ik ben niet uit op mijn rol, ik ben uit op een goed beleid. En ik ben nu eenmaal nog steeds in de KVP, vanuit de fractie, de eerste verbindingslijn naar de fractie toe. En heb dus vandaag strikt binnen de lijnen van de fractie een toespraak tot de partijraad gehouden. Het heeft mij deugd gedaan dat die goed gevallen is. Ja. Nu komt er waarschijnlijk een CDA-VVD-kabinet. Uw kansen om daarin minister te worden zijn natuurlijk aanzienlijk. Ja, misschien wel, maar daar spreken we nog niet over uit. Kunnen u net zo goed ik weet zelfs niet of ik in dat kabinet kom. Dat moet afwachten. Dat ze u niet willen hebben, bedoelt u? Nou, dan zal denk ik in deze fase niet geballoteerd worden. Dat verwacht ik niet. Maar het zou kunnen zijn dat het niet past. Je hebt wat dat betreft niet zo erg veel rechten in de politiek, vind ik. Maar staat u weer aan de kant? Och, dat is de vraag. De vraag is wanneer je aan de kant staat of wanneer je aan de kant voelt staan. Meneer Den Uyl heeft een CDA-VVD-kabinet een ramp voor het land genoemd. Ja, dat zal wel. Dat zal wel. Dat kan ik niet toelichten. Nee. Dat moet hij zelf maar doen. U ziet dat anders natuurlijk. Ik zie dat anders, ja. Mits het programma van het kabinet behoorlijk is. En daar zijn we nu mee bezig. Ja. U hebt nooit overwogen om uzelf als kandidaat-minister terug te trekken om op die manier het tweede kabinet Den Uyl te redden, hè? Er zijn een aantal varianten geweest met mijn nadrukkelijke instemming. Met mijn zeer nadrukkelijke instemming. En dat namelijk, die zijn mij voorgelegd. En je hebt er ja op gezegd, waarin ik niet zat. Ik denk dat dat een duidelijk antwoord is op wat u vraagt. Op vrijdagavond bij Haagse Kringen weert Den Uyl zich nog kranig. Maar met de mogelijkheid dat zijn spel nu is uitgespeeld, lijkt hij nu ook zelf rekening te gaan houden. Al die tijd, al die maanden, heb ik geweten dat het CDA ook naar de VVD toe zou kunnen draaien, natuurlijk. En heb ik dat moeten afwegen, heb ik afgewogen. En ik vind dus dat ik ook veel concessies heb gedaan, erg veel zelfs. Maar er ligt een grens. En die grens is dat ik moet zelf in dat kabinet kunnen geloven als een vooruitstrevend kabinet. Als een kabinet dat beleid van dat eerste kabinet nou voortzet. Veranderingen, wijzigingen mag, maar in hoofdzaken voortzet. En op het moment dat ik het gevoel krijg dat het niet meer zo is, dan heb ik het idee dat ik de zaak bedonder. En dan haak ik af, dan zeg ik nee. Nou, en dat is een paar keer gebeurd. Dus voor mij is het verder een hele duidelijke zaak. Wat gaat u nu doen als u geen minister-president wordt? Nou, dan zal ik wel Kamerlid worden, ja. Dat denk ik. Ja. Dat is iets wat anders.
Ja, maar dat vind ik... Het is ongebruikelijk, hè? Wel, ja, het is erg ongebruikelijk, komen in het bedrijfsleven terecht. Ja, het is bij mijn weten nog nooit een minister-president geweest in Nederland die terugkeerde tot het Kamerlidmaatschap. Dat is echt een stap terug. Dat is, ja, een stap terug. Dat is een andere stap. Hè. Kijk, ik ben kandidaat geweest voor de Kamer. Had ik die verkiezingen verloren, dan was ik zonder meer in de Kamerbanken terechtgekomen. Als ik weinig gewonnen had, dan denk ik dat er snel een kabinet was geweest. Want de moeilijkheden ontstaan omdat het CDA niet de grootste is geworden, de Partij van de Arbeid twee gewonnen heeft. Maar ik heb daar eigenlijk nog erg weinig over nagedacht. Want ja, ik hulde op de stelling dat de strijd is niet beslist. Moet verloren, al verloren. Nee, dat zit er helemaal niet in. Over dat het eindsignaal geklonken heeft. Dat het eindsignaal is nog dan niet geklonken. Dat is een term uit voetbalsport. Ja. U hebt nu een achterstand, maar u bent wel van plan de gelijkmaker te gaan scoren. Ja, kijk, of het nou in deze wedstrijd gebeurt of in de volgende, maar jawel, het was nog wel gewonnen. Ja. Nou, niet door eigen voortreffelijkheid, maar gewoon omdat natuurlijk wat er gebeurd is op 25 mei en de afgelopen jaren, dat gaat niet weg. Hè? Dat, of dat wordt toegedekt en als het onder de mist zou worden gelegd door een VVD-CDA-kabinet. Je mist trek weer op. Hè? De werkelijkheid kan niet weggepoetst worden. En die werkelijkheid is dat er in het land erg veel mensen zijn. Geen meerderheid, maar erg veel mensen met steun aan andere groepen. Die gewoon willen dat dat beleid van de afgelopen jaren wordt voortgezet. Dus dat gebeurt vroeger of later. En wat voor staketjes er ook worden opgericht. Maar goed. Dag hoor. Denkt u wel dat u het er doorheen sleept? Ik ben dat programma hier gaan verdedigen. In de overtuiging dat ik in het welslagen van die verdediging. En dat ik daar op de beste kans had. Ja. Dat denk ik. De toekomst zonnig. Ja. Dat is ook een beetje mijn natuur. Zou wel goed komen. Als het nou niet mocht lukken, verbindt u daar dan consequenties aan? Zou u uit de politiek gaan bijvoorbeeld? Kijk, over de vraag of... Wat ik zou doen als het niet zou lukken, wil ik niet graag speculeren. Want dat zit helemaal achter de horizon van mijn bewustzijn. Dat het niet zou lukken. Het lukt wel. Geen enkele twijfel over. Komt goed.